Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een Spix.nieuwe mod showcase. De mod showcase van vandaag is deel 2 van de mod Diversity, namelijk de meer villages mod. En in deze mod krijg jij dus, zoals de naam al zegt, meer verschillende soorten villages in Minecraft. Vandaag gaan wij 2 nieuwe villages bekijken. Vorige keer heb ik er ook 2 bekeken en ook wat extra toevoegingen. De villages die we vandaag gaan kijken zijn wel een stuk groter dan die we vorige keer hebben gekeken. Heb je de vorige keer gemist, kijk even in de beschrijving. In de beschrijving kan je ook een linkje vinden naar de afspeellijst van de mod showcases en naar de mod zelf. Als je zelf uit wil proberen, moet je wel even goed opletten dat je, als je zoveel mogelijk villages tegen wil komen, even een map pakt met veel biomes erin. Want anders ga jij je echt een ons zoeken. Want dat heb ik zelf gedaan. Dit is namelijk de hele biome wereld die ik af heb gelegd. En dit was één wereld die binnen 2000 blokken eigenlijk alle biomes had. Alleen het probleem was wel dat hier bij de Mesa biome kwam ik gewoon geen village tegen. Want er zijn namelijk ook nog villages met tentjes hier. En ook ergens in een moeras met van die andere dingetjes. Dus ik wil die graag ook nog een keer bekijken. Misschien dat ik ze in de tussentijd al tegen ben gekomen, dat ik die gewoon in deel 3 doe. Ik hoop in ieder geval dat ik ze tegenkom. Maar ja, in ieder geval, hier zijn nog andere steden. Deze gaan we zo meteen bekijken. En deze heb ik vorige keer al gekeken. De Arabic City. En hier heb je zelfs 2 in deze wereld. Dus dat is wel super vet. Vandaag gebruik ik ook een minimap mod. Omdat ik anders niet zo snel naar de villages kan teleporteren. Maar goed. We gaan beginnen. Dus laat even een duimpje omhoog achter als je zin in hebt. Daarmee stuur je deze video's gelijk. En dan gaan we kijken naar de Jungle Village. In elke village zitten een aantal verschillende soorten villagers. Je hebt namelijk, als het goed is, staat hij al voor ons. De chef. Ja, ja. Dit is de leider. Ik moet wel denk ik heel even mijn shaders uitzetten. Want ze zijn in één keer allemaal heel rood, die mannetjes. Ziet er best wel grappig uit. Normaal zijn ze bruin. Kijk. Normaal zijn ze bruin, maar nu zijn ze dus echt hartstikke rood. Maar goed, elke village heeft ook een dierenpatch met een breeder. In ieder geval de grote villages hebben dat. En ja, dus ook een chef. En hier heb je ook bijvoorbeeld andere mannekes die erbij zitten. Een dyer. Je hebt hier een hunter met een, lijkt wel een blowpipe dat hij vast heeft. En deze een speer. En hier heb je ook weer een hunter. En die zorgen er dus voor dat er geen ongewilde infiltrators zijn in de stad. Nou, we gaan een beetje de huisjes langs. De huisjes zijn best wel simpel. Alleen hier zie je bijvoorbeeld dat er al een aantal villagers vastzitten. Nou, we hebben even de stenen weggehaald. De stenen muur. Of de stenen hek kennen ze weer door. Nou, hier heb je in ieder geval de farm patch. Waar ze lekker dingetjes kunnen farmen. We gaan eens even kijken waar je boven zit. Ook niet zo'n heel speciaal huisje. Nope. Heel simpel. Heel simpel allemaal. Eens even kijken. Want normaal heeft de chief heeft wel best wel een... Hallo. Best wel een flink huis. Alleen in dit geval is dat volgens mij deze. Dit is volgens mij het grote huis. Nope. Misschien hieronder dan. Van de priester? Nee. Want het zal ook niet dit zijn. Lijkt meer een oord dit, hè. Het stukje. Ach ja. De chef van deze town vindt het in ieder geval beter dat je even je voeten strekt. Want die zat hier allemaal rond te lopen. Maar je ziet, sommige villages worden dus een beetje random erin gespawnd. Dat ze echt ja, soms niet helemaal goed erin zijn geplaatst. Deze is wel grappig. Hier heb je een beetje van die... Cave eronder door. Maar goed, je ziet in ieder geval de huisjes hier zijn best wel specifiek. Best wel vet. Je ziet ook hier op de minimap, ze zijn best wel goed te herkennen. Als je ze tegenkomt in ieder geval. Dus dat is in ieder geval de village van de jungle. Hier hebben we dus eigenlijk maar 3 mensen. Namelijk de chef, de dyers. Nee, 4 trouwens. Ook de breeder en dan de hunter. En je ziet dus het verschil. Hier heb je dus die dyer en hier heb je dus de chef. Yes, yes. Dan gaan we door naar de tweede van vandaag. En dat is namelijk de Indianen Village. Deze doen we wel gewoon weer lekker met shaders aan. Anders zien ze er een beetje gek uit. Ik weet trouwens niet of deze mannekes hier ook rood zijn. Ik denk het niet.
Maar dit zijn in ieder geval de mensen die je op de thumbnail hebt gezien. Namelijk de... deze mensen. En hier zie je dus ook weer een breeder. De farm patches, of in ieder geval... Nee, ik zeg het verkeerd. De stukjes waar de dieren lopen. Die zijn per village verschillend welke dieren er zijn. Hier zie je dus allemaal koetjes. Bij die andere waren het kippen. Bij sommige is het weer honden. Of wolven. En ja, zo wordt dat allemaal een beetje verdeeld. En je ziet deze village is een beetje gek allemaal erin gespawnd. Want je ziet hier is de deur allemaal een beetje hoog. Hier heb je in ieder geval de guru. Ik ga ervan uit dat dit de chef is van deze village. Je ziet hij heeft een beetje een fancy pakje aan. Met een leuk broekje erbij. Alleen hier is het dus een beetje fout gegaan met de generator van de wereld. Want hier zijn dus de huisjes in verstopt. Althans... sommige huisjes. In ieder geval heb je hier dus weer een aantal hunters. Deze hebben dus ook een hele vette speer. En ook zo'n grappig broekje erbij. Hier heb je dus ook weer een hunter die een beetje vast zat. En denk, hey, eindelijk kunnen we eruit. In ieder geval... Oh, dit is trouwens de chief. Die guru is dan eigenlijk meer een soort priesterman. Want bij hem kunnen wij niet zo heel goed treden bij deze man. En dit was dan zijn chefhuisje. Oké. Je ziet in ieder geval de huisjes zijn wel grappig. Maar dan gaan we even kijken wat we nou precies van die guru kregen. En hier zie je dus ook... Dit moet dus een huis voorstellen. Of in ieder geval een soort ding waar je doorheen loopt. Maar je ziet omdat de gravel en zand gemixt valt allemaal naar beneden. Oh, hierachter is trouwens het Arabische gedeelte. Ziet er heel gaaf uit. Bekijk deel 1 als je daar meer over wil weten. We gaan even terug naar die guru hier. Want wat heb jij nou voor iets? Oh, gewoon een potion zonder effects. En dan moeten we ook nog eens 30 gold nuggets voor gaan betalen. Nou, dat gaan we mooi niet doen. Maar je ziet dus in ieder geval, zoals ik ook al zei bij die jungle village, de villages zijn niet altijd helemaal vlekloos gespawned. Het lijkt op de minimap een stuk groter dan dat het in werkelijkheid is. Dat valt me nou ook een beetje op. Nou, hier nog even kijken of hier nog iets speciaals is. Nou, hier is ook weer een farmer. Kijk, die heeft tenminste nog iets een degelijkere prijs. Een beetje nog normalere. En nog even kijken wat hier in zit. Oh, hier zitten dus een aantal huntertjes. En verder hebben ze een leeg, gezellig huisje achtergelaten. Nou, we gaan ze in ieder geval wat plek geven. Maar zo zie je maar dus, in deze mod worden villagers best wel op een verschillende manier aangepast. En hebben ze dus ook verschillende soorten taken. Nou, hiermee heb ik in ieder geval deel 2 gehad. Misschien dat er binnenkort nog een deel 3 aankomt als ik de andere villagers gevonden krijg. Dan ga ik binnenkort nog even naar kijken of dat lukt. Want ik heb hier serieus 2 uur naar zitten zoeken. Bij deze ben ik echt een tijd bezig geweest. Je ziet, ik was hieronder al een beetje aan het verdwalen. En hier ook. Ik dacht misschien dat ik hier nog iets vind. Maar nee. Was dus niet zo het geval. Maar goed, in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Heb je deel 1 gemist? Kijk in de beschrijving. Mod kan je ook in de beschrijving vinden. Verder de afspeellijst en de mod showcases. Heb je zelf nog suggesties voor toekomstige mods? Laat het even weten. En wie weet dat ik die mod nog niet tegen ben gekomen. En verder bedankt voor het kijken. Als je het nog niet gedaan, laat even een duimpje omhoog achter. Daarmee steun je deze video's. Ben je nieuw? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwste uploads. Wel zo handig als je deze video's wel leuk vindt. En laat ook even achter wat je van de video vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.